Er is geen reden om jaloers te zijn. Die man die bestaat gewoon niet meer voor mij. Ik ben niet jaloers. Maar hij wel, denk ik. Dat zou kunnen. Maar dan moeten wij ons toch niks van aantrekken. Ik vrees van wel. Zal ik eens bij de politie informeren? Nee. Oh, wacht. Kijk. Ik heb deze brief gevonden. Maken. Ik ben een tijdje weg. Ik heb wat problemen, maar je moet je geen zorgen maken. Ga in elk geval niet naar de politie. Ik laat u zo rap mogelijk nog iets weten. PG. Ja. Geef het oude huis dan thuis, nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen, altijd thuis. Waar je leven ooit begon en waar je groot werd in de zon, zoveel warmte kreeg je altijd thuis. Het leven neemt je mee naar het leven en je lacht om elk gevaar. Soms ben je veel te lang gebleven, want mijn huis toch aan je zwaar. Geef dit oude huis dan thuis, nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen, altijd thuis. Het is maar een foto, hè? Het kan mij helemaal niet meer schelen. Je zult het toch ook niet plezant vinden als zoiets in omloop geraakt? Nee. En hij weet dat mijn carrière kapot gaat als het grote publiek die foto's te zien krijgt. Ja, dan kan ik je helemaal niet meer volgen. Er juist zeggen dat u niks kan schelen en nu... Maar hij chanteert mij er al zo lang mee. Ik zou bijna willen dat ze gepubliceerd waren. Dan heeft hem niks meer waar dat hij mij nog... Nee, voor chantage kunnen we aanklagen. Op welke gronden? Hij eist geen geld. Die foto's zijn voor hem de enige garantie dat ik bij hem onder contract blijf. Meer moet hij niet hebben. Zal ik hem eens onder handen nemen? Dat zou ik pijn kunnen doen. Waar heb jij die foto eigenlijk gevonden? Ik weet echt niet waar hij kan zitten. Als hij vanavond niet thuis is, zou ik toch maar het gaan aangeven bij de politie. Hoor. Nee. Jawel, dat is een geruststelling. Ze kunnen helpen uitkijken naar hem. Nee, hij heeft duidelijk in zijn brief geschreven, ga niet naar de politie. Ja, ik ga dus niet. Zou ik eens in zijn kamer mogen kijken? Waarom? Gewoon, misschien vinden we een aanwijzing. Wat bedoelt je? Waar hij zou kunnen zijn, of zo. Ah, ja. Ja, dat zou wel mogen van hem, zeker. Kom maar mee. Voor mij moeten niet gaan lopen ze, hè? Sorry, maar als er over Frank gepraat wordt, dan is mijn stemming naar de kloot. En excuseer mijn taalgebruik, maar zo voel ik het. Ik begrijp hoe dat je je voelt, maar ik vind dat geen reden om weg te gaan. Ik wil met mijn slecht humeur uw stemming niet verpesten. En uw ook niet. Die van mij? Oh, maar ik laat door niemand mijn dag verpesten. Frank, oh sorry. Iemand heeft gisteren mijn leven gered en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Zoveel te weten. See you later. De kans zit er natuurlijk dik in dat de journalist naar mijn manager belt voor een nieuwe. Dat kan. Maar je hebt nu een tijd om met je manager te praten vooraleer het hem eventueel een nieuwe verstuurt. Raar, dat hij er niks over gezegd heeft. Hij had normaal geen kans voorbij gaan om mij duidelijk te maken dat ik nergens sta zonder hem. Ja, misschien heeft hij helemaal die foto niet verstuurd, hè? Oh. Ja, misschien was het iemand anders. Iemand die er baat bij heeft dat die foto gepubliceerd wordt. Ik zou niet weten wie. Die foto die is van vroeger. Ik heb niks niet meer met dat wereldje te maken. Misschien de fan? Van vroeger? Allee, ik moet weg nu. Nee, oh. Wil jij mij niet meer vertellen over die foto? Over uw verleden? We moesten nu echt over Frank beginnen terwijl dat Luc hier was. Excuseer eens, zeg. Je weet hoe gevoelig dat ligt voor Luc. Oh nee, heb ik zijn gevoelens gekwetst. Die van nu ook, sorry, hè. Daagt me niet uit, Peggy. Moet eens weten wat ik denk, ja. Ik heb niks te maken met die veten tussen Frank en Luc. Dat is het verdomme op hun eigen gaan uitvechten, hè. En als de ene niet tegen het toren van de ander zijn naam kan, hè. Ah wel ja, dat het maar weggaat. Je hebt nogal noten op je zang, zeg. Een beetje respect voor iemand anders zijn gevoelens zou u nogthans niet misstaan, hè. Wat, hè? Er is brand geweest. De Robben zit in een bak, de Benny is vermist en er is een onbekend lijk gevonden. En je mag verdomme blij zijn dat ik niet naast dat lijk lig in het dodenhuis. Wat zoekt u eigenlijk? Ik weet het niet. Niks speciaals. Ja, denkt je nog brieven te vinden? Misschien. Schoon, hè? Dat heeft hij nog niet zo lang geleden mee naar huis gebracht. Ja, hij heeft talent, onze Pieter Jan. Hij was daar heel fier op. En hij zei dat jij het ook heel goed vond. Ja. Ik vind het heel goed. Heel goed. Hij zou ook graag beeldhouwer willen worden, net als u. Hij stoeft veel over u. En hij is zo blij dat je hem zo goed helpt met zijn werk. Ja, PG. Dat is toch niet slecht, hè? Voor iemand die nog maar juist bezig is? Nee, is helemaal niet slecht. Nee. Maar waarom stopt hij het in de kast weg als hij het zelf ook zo goed vindt? Oh, het is geen stoever. Onze Pieter Jan is geen stoever. Ja. Oh, ik moet maar eens opstappen. Als Pieter Jan terug opduikt, wil je dan vragen dat hij even belt? Ja, ik zal het hem zeggen. Ja. Oh, maar als hij nu nog niet terugkomt en u weet iets... Ah, ja, dan heb ik contact op. Ja, zal ik doen. Ja. Ik praat niet graag over mijn verleden. Dat is gedaan, afgesloten. Rebecca, ik zou je graag beter leren kennen en daar hoort uw verleden ook bij. Oké. Als je het per se wilt weten, het is in een paar woorden samen te vatten. Ik was jong, zag er goed uit, ik had geen geld, geen vrienden, geen familie. En strippen, dat verdiende nu helemaal goed. Geld is toch ook niet alles? Nee, maar als je op een gemakkelijke manier aan je geld kunt komen, dan is de verleiding heel groot. En trouwens, ik hoef mij voor niks of niemand te schamen. Maar natuurlijk, jij hoeft je helemaal niet te schamen. En als jij mij er nu mee confronteert, dan wringt dat wel een beetje. Maar in die tijd was dat voor mij een kwestie van overleven. Hey, all right. Ik weet genoeg. De rest is niet belangrijk. Ja, voor mij wel, want als dat nu uitkomt, is dat heel vervelend voor mijn carrière. Eén goede raad, zet je manager buiten. Neemt een andere. Mij. Heb jij referenties? De beste. Oh, dus je zei zeker dat het uw beeldje was? Maar Ingrid, ik heb mijn eigen werk toch? Tja. Misschien heeft Pieter Jan geprobeerd om het te kopiëren. Als hij dat op die manier kan kopiëren, hè? Chapeau, dan is het een meestervervalser. Dan kan hij het zo goed als ik. Ah. En dat is natuurlijk onmogelijk. De master himself is niet na te maken. Oh, heel gemakkelijk. Maar niet door een kereltje van 17 dat nog nooit van zijn leven een beitel in zijn handen heeft gehad. Dat kan niet. Ja, oké, het was uw beeldje. Waarom hebben we het dan niet mee teruggebracht? Zijn moeder was zo fier. Zo fier op wat hij gepresteerd had. Ik kon het niet over mijn hart krijgen. Ik kon absoluut niet zeggen dat hij het gestolen had. Zeg, Harry, hoe lang zijn je dat beeldje eigenlijk al kwijt? Ik weet het niet. Het is zo'n klein ding. Dat kan 3 maanden zijn voordat je dat in de gaten hebt. Hè? Trouwens, zo lang komt Pieter Jan hier al over de vloer. Misschien heeft hij het alleen maar geleend om mee uit te pakken bij zijn moeder. Hè? Maar wat ik zo eigenaardig vind, dat is dat hij nog niet is thuisgekomen. En dan die brief. Harry, je moet je al niet op voorhand zorgen liggen maken. Ja, maar... Veronderstel me. Je moet niks veronderstellen, de tijd zal het wel uitwijzen. Trouwens, ik vind dat het nu tijd wordt om ons nieuw tapijt in te wijden. Jij had duidelijk iemand anders verwacht. Nee, toch niet. Uw gezicht spreekt anders boekdelen. Wel, ik zat inderdaad met iemand anders in mijn hoofd. Maar dat wil niet zeggen dat jij als je... Dat ik ook geduld word. Uw woorden, niet de mijne. Ja. Ik zeg wat dat jij denkt. Ah, zeg, meneer kan u ook al gedachten lezen. Bij u staan ze op uw gezicht geschreven. Denk maar wat je wilt denken. Hoe lang ga jij dat spelletje nog volhouden? Ik weet niet waarover je het hebt. Hoe lang ga jij mij nog zo behandelen? Maar zeg mij wat ik verkeerd doe. Ik zal mijn best doen om te veranderen. Ik kan er niet meer tegen, Marianne. Waar kun je niet meer tegen? Uw houding tegenover mij. De manier waarop je met mij spreekt. De manier waarop je me bekijkt. Ik ben geen melaatse, Marianne. Ofwel, ben ik voor u een melaatse? Een probleem? Kan ik soms helpen? Nee. Ja, er moet financieel het een en het ander gebeuren. Hè. Dan die toestand met die brand, dat heeft ons serieus achteruit gezet. Ja. Zeg, waarom maakte jij eens geen reclame voor uw hotelke? Ik zou dat wel willen, maar ik zou niet weten hoe. Oh, we zouden sowieso iets speciaals moeten doen, zo. Zo van die weekendarrangementen. Alleen van de vrijdagavond tot de zondagavond, bijvoorbeeld. Paardrijlessen voor de hele familie. Extra stages voor de kinderen. Met lekker eten, met ontbijtbuffet, met in de zomer barbecue. Alleen de gasten zogezegd verwennen. En dan maken we een formidabel affiche. We zetten annonces in al de tijdschriften. Dat is toch... Allee, dat is fantastisch toch, hè? Ja, maar dat zijn fantastische ideeën. Je mag er zo nog een paar voorzien. Oh. Ja, maar nee, echt. Dat brengt inderdaad, dat brengt geld op. Mijn Loes werd vagers. Maar blieft. Wanneer? Ja, ik kom direct natuurlijk. Ja. Jenny, sorry, we praten er morgen verder over, maar ik moet dringend weg. Is er iets gebeurd? Ja. Kan ik helpen of zo? Nee, je kunt niet helpen. Dat is iets dat ik alleen moet doen, sorry. Praten helpt soms. Ik wil dat. Ik niet. Ah, dan zitten we toch al in de helft. Want wat jij te vertellen hebt, dat weet ik al. En daar heb ik geen boodschap aan. Voilà, we zijn weer al uitgepraat. Wacht, Marianne. Kunt jij bij het begin beginnen? Bij het begin? Goed. Het begin is dat het niet klikt tussen Carlos en mij. En waarom niet? Omwille van wat er in het verleden gebeurd is. Oh, wordt het geen tijd om dat verleden eens en voorgoed te begraven? Direct akkoord. Ja, natuurlijk. Dat is het gemakkelijkste. Zoals jij altijd de gemakkelijkste weg bewandeld hebt. Dat kunt jij niet beoordelen, Marianne. Oh, dat kan ik wel. Want ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt. Kunnen we nu niet gewoon... Met een proper lei herbeginnen? Pris bij spons? Janneke, als je echt wilt... Echt wilt? Vergeten en vergeven. Dat is hypocriet. Want dat zit hier en hier. En dat gaat niet weg. Marianne, nu is het genoeg. Ik ontvang hier in mijn huis nog altijd wie ik wil. Nee, ik ben aan het praten. En als je hier wilt blijven... Dan moet je er u mee verzoenen dat Carlos hier ook is. Het wordt tijd dat je terug broer en zuster wordt. Bedankt, Walter. uw huis. Ik heb de boodschap begrepen. Voilà, dat begint er al beter op te trekken, hè. Hier een chauffage installeren, hier een nieuwe badkamer, weer een nieuwe badkamer en hier het tweede gemak zetten. Zeg, een spoed u maar een bekken, hè. Want ik heb gisteren een schoolkleedje gezien en ik wil dat gaan halen. Als je dan toch aan het kopen bent, dan kun je misschien voor mij ook iets uitkiezen. Waarom niet, hè, moe? Wat zou jij willen hebben? Een deupjesje of zo? Oh, een deupjesje? Is nog geen krot. Hebben we een ander lief of zo? Nee, maar ik zou dat wel willen. Ja. Kan ik mijn gedachten tenminste op iets anders zetten? Ik zou er maar niet hardop roepen. Want voordat je het weet, hebben we een hele hoop miserie op je nek. Maar belangen niet. Er zijn immers charmante venten genoeg waar dat ons moe nog een beetje van kan profiteren. En die venten ook van haar. Maar als je er neer pakt, zorg dan dat het maar goed voor zit. Hè? Dan kan die dat deupjesje betalen. Ik zal ik wel eens meegaan, Mo, om een ensembleke voor u te kiezen, hè? Zolang het nog bij kiezen blijft. En wat ga ik dat betalen? Nou, weet ik niet. Van uw pensioen of van uw cafégeld, het interesseert me niet. Als het maar niet uit mijn portemonnee komt. We zullen wel zien, Mo. En je mag nog van geluk spreken dat Simonneke meegaat, hè? Want die weet tenminste hoe dat een vrouw moet gekleed zijn om de vent te versieren. Ja, wat dat betreft heb jij niks te klagen, hè? Nee. Maar of dat ons moerfiguur nog kan gered worden door een deupjesje, dat betwijfel ik. Zeg, voor mijn leeftijd heb ik nog een heel goed figuur, hè? Ah, wel, Simmo, dat vind ik ook. Je kunt er in elk geval niet even kijken. Als we willen zien hoe dat jij er zult uitzien als je zo oud bent. Als hem zo blijft drinken, hè, dan heeft hij straks een bierbuik waar je niet meer over kunt zien. Ja, zo eens, hè, zo. Luxke! Och, wat ben ik blij dat ik u zie. Het is precies of de zon begint te schijnen. Het is misschien toch beter dat ik ergens anders ga wonen. Nee. Je blijft hier wonen en daarmee uit. Maar je ziet ook dat dat nooit meer goed komt tussen Marianne en mij. Ik doe mijn best, hè, maar er zijn grenzen. Ja, ze luistert niet. Ik weet het. Ik woon er al heel lang mee samen. Ik heb alles al meegemaakt. Voilà. Daarom is het beter dat ik wegga. Nee en nog eens nee. Als je nu weggaat, dan bestaat er helemaal geen kans meer dat het weer goed wordt. En je moet Marianne gewoon de tijd geven om aan het idee te wennen. Ik kan best een whisky gebruiken. Jij ook? Ja, dat is eigenlijk een overbodige vraag, zeg. Wat is er? Misselijk. Heb je dat dikwijls? Nee. Af en toe. Als de spanning tegen. Oh, dat is gewoon niet. Ik zal iets gaan halen in mijn spreekkamer. Nee, laat maar. Ik heb gewoon een slechte dag. Ik ga naar mijn kamer. Ik zal meegaan. Ik ben nog geen invalide. Ik ga even liggen. Waar gaat dat wel over? Ik dacht dat je aan het werk was. Het is, kon me controleren. Jij bent mijn baas niet, hè? Ik ben nog altijd mijn eigen baas. Frank. En als ik geweten had dat je thuis was, hé Frank, dan was ik zeker niet gekomen. Waarom niet? Ik ben toch geen pitbull? Ik bijt toch niet? Ja, een schooltontje zei het ook niet, hè? En als ik niet wil komen, hé Frank, dan is het omdat ik uw kop niet wil zien. Is dat nu gedaan met dat gezever? Je moet geen niet naar mijn kop zien. Als je dat problemen mee hebt, gaat dan terug van waar je gekomen bent, hè? Hup, 180 graden, salu in de kop. Moeken heb de goesting om iets te gaan drinken. Tuurlijk, dat weet het toch, hé, jongen. Tuurlijk, dat weet het toch, hé, jongen. Simonneke, tot straks, hè. Ziet dat je niet zat wordt, hè, Mo? Nee. Je kunt misschien aan onze Luc vragen om dat deupjesje te betalen. Die weet dat ook dat een vrouw er moet uitzien om de vent te versieren. vertelde voor deze. Oei, sorry. Dat was niet de bedoeling. Ik dacht er niet bij na. Sorry. Het is niks. Ze hebben u laten lopen. Mm-hmm. Gebrek aan bewijzen, zoals ze dat zeggen. Dus dat wil zeggen dat je er volgens hen niks mee te maken hebt? Nee. Dat wil zeggen dat ze niet kunnen bewijzen dat ik er iets mee te maken heb. Maar om me gerust te stellen, ik heb er ook niks mee te maken. Nee? Denk jij nu echt dat ik in staat zou zijn om u in gevaar te brengen? Nee, misschien niet. Maar misschien wist ook niet dat ik in die stallen was. Dat wist ik ook niet. Maar je wist wel dat Benny er was. Toen ik aan de stallen kwam, stonden ze al in brand, ja? Dat zeg je nu, maar ja. Ja, dat zeg ik nu. En jij moet mij geloven ook. Ik wil alleen maar even zeggen dat ik terug naar Knokke vertrek. Marianne, je moet niks overhaasts doen. Wat kan ik hier nou doen? Ik ben hier totaal overbodig. Maar dat is niet waar. Je bent hier nodig. Waarvoor? Om ruzie te maken met mijn man, mijn zoon, mijn dochter, mijn broer? Er is hier niemand die met u ruzie wil maken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik ben zelf de oorzaak van al de conflicten. We zullen geen conflict onder ogen nemen, Carlos. Waarom wilt je ten alle prijzen vermijden dat Carlos zijn kinderen terugziet? Toch nu omwille van zijn scheiding met Marijke. Verdomme. Als dat ons moes die haar sleutel vergeten is, dan doe ik een ongeluk. Houd je kalm, hè, baby. Kalm? Ben ik altijd kalm? Ah, wel? Is het dringend? Nee, maar wel belangrijk. Even nou. Ja, sorry dat ik stoor, hè. Het is niks, Fernand. Als het nog geen slecht nieuws is, want mijn broer is er al geweest, er is al meer dan genoeg slecht nieuws voor vandaag. Ja, ik heb wel slecht nieuws en de kans zit er dik in dat dat broer zijn schuld is dat ik slecht nieuws moet brengen. Je slaat de nagel op de kop, Walter. Er is inderdaad meer dan alleen maar die scheiding. Marianne, ik word kotsmisselijk van dat rond de pot draaien. En ik word kotsmisselijk van uw bemoeizucht. En je gaat hier niet buiten voor je me vertelt wat er aan de hand is. Goed, Walter. Je wint. Hou je maar goed vast. Doe maar. Charles en kinderen hebben hem nog nooit gezien. Och, dat is toch niks nieuws. En Marijke heeft hen ook nooit gezegd dat Charles hun vader is. Voor de kinderen bestaat Charles gewoonweg niet. Allee, zeg het eens. Ja, rustig. Ik kom niet officieel, hè. Maar je weet dat ik zo af en toe al eens iets opvang en dat ik er dan meestal niet ver nijven zit, hè. Dat weet jij ook, hè. Allee, joh. Fernand, komt er nog iets van? Ja, het is zo dat... Je gaat officieel in staat van beschuldiging gesteld worden. Ja, de zaak Verkamme Bomans is op de rol geplaatst en zal ter zijner tijd voorkomen.